De populaire tv-maker Özkan Akyol heeft aan tafel bij Vandaag een site keihard uitgehaald naar de talkshow HLF8. Daar zitten volgens hem vooral idioten aan tafel, zoals John van Zweden. Dan moet je naar dat domme gelsterretje L van John van Zweden gaan luisteren. Ze hebben altijd minimaal 2 idioten aan tafel, want dat is het format. Johan Derksen stelt dat die opmerking niet goed is gevallen bij zijn goede vriend John de Bever, die ook om de haverklap in HLF 8 zit. Eus heeft gezegd dat er alleen maar idioten aan tafel zitten en John kondigde mij telefonisch aan dat hij er even wat van zou zeggen, maar dat heeft hij niet gedaan, zegt hij in Vandaag een site. Collega Wilfred Gené heeft vernomen dat ze bij HLF 8 niet blij zijn met Özkan. Hij vraagt aan Helene Hendricks, een van de presentatoren van de talkshow, het werd niet even goed gewaardeerd, hè, geloof ik, op de redactie? Dat Eus dat riep allemaal? Helene beaamt dat niet, maar geeft wel aan dat zij er in elk geval geen moeite mee heeft. Nou, kijk, weet je, ik heb altijd zoiets, als iemand iets zegt, dan moet hij het toch lekker zelf weten. Daar moet je helemaal niet moeilijk over doen. Als hij dat vindt, dan vindt hij dat gewoon. Ik heb daar geen enkel probleem mee. Daarop Johan weer, zo moet je erin staan. Overigens heeft de kritiek van Özkan ook een sneer aan zijn eigen adres opgeleverd, namelijk van onderzoeksjournaliste Kim van Keken. Talkshowgasten die in de ene show klagen over talkshowgasten in andere shows zijn echt mijn lievelingsgasten, twittert ze cynisch. Ze vervolgt, en dan benadrukken dat je ook bent uitgenodigd, heel vaak zelfs, maar dat heus niet overal gaat zitten om over van alles te praten. Özkan reageert daar enigszins geprikkeld op, ik geniet, bijna, dagelijks van jouw verbitterde analyses over de line-ups van de talkshows. Je gaat bijna denken dat er een persoonlijke frustratie schuilgaat achter die posts. Maar ga alsjeblieft door. Kim weer, doe ik. Dan houden we elkaar lekker bezig.
Thank you.